Elke stad heeft zijn eigen geschiedenis, charme en culturele hoogtepunten. Voor wie zich tijdens een stadsbezoek hierin wil verdiepen, kan het museum niet achterblijven. Amsterdam, een stad wereldwijd geroemd om haar musea, heeft al sinds jaar en dag een indrukwekkend en divers museumaanbod. Mocht u binnenkort in de hoofdstad zijn, gaat u dan vooral eens kijken bij een van de volgende vier musea. We staan hier in het Amsterdam Museum op een binnenplaats van het historische gebouw waar het Stadsmuseum van Amsterdam is gevestigd. Een museum waar het gaat over de verhalen van Amsterdam en de Amsterdammers. Van vroeger en van nu. Het complex is zo'n 500 jaar oud en het ligt vlakbij de Dam, in het hart van Amsterdam. Voor wie Amsterdam wil leren kennen, is het Amsterdam Museum een perfecte start. Deze tentoonstelling Amsterdam DNA gaat in op de geschiedenis van de stad en ook op de actualiteit. Op Amsterdammers en hun verhalen en op een aantal thema's die misschien wel bij deze stad horen. Bijna elke Nederlander kent Rembrandt van naam. En waarschijnlijk weet ook iedereen dat Rembrandt de Nachtwacht heeft geschilderd en dat hij arm is gestorven en nog zo'n paar dingen. Maar hoe zat het ook weer precies? Wat is er eigenlijk zo bijzonder aan Rembrandt? Nou, wat veel Nederlanders niet beseffen, Rembrandt is een van de grootste schilders aller tijden. En vooral een vernieuwer van de schilderkunst. Een van de grootste bewonderaars is niemand minder dan Vincent van Gogh. Die zei tegen een vriend: ik zou 10 jaar van mijn leven willen geven als ik hier voor dit schilderij 14 dagen kon blijven zitten, met alleen een korst droog brood als voedsel. Ga kijken naar zijn werk. Ga er rustig voor zitten. Neem de tijd en neem eventueel een korst droog brood mee. Welkom bij Straat, het museum voor graffiti en street art. In de huidige tentoonstelling maak je kennis met meer dan 150 werken van 130 kunstenaars. Alle kunstenaars zijn speciaal naar deze locatie gekomen om een werk te maken voor het museum. En de meeste van die werken zijn net zo groot als muurschilderingen buiten op straat. Zoals Anne Frank hier achter mij. Dit museum is werkelijk voor iedereen. Je hebt naast de prachtige kunstwerken een unieke locatie. Er zijn speurtochten, rondleidingen en workshops. En als je even wil bijkomen, we hebben ook nog een heel mooi horecadek. We willen de bezoekers de verhalen vertellen achter het maken van de kunstwerken. Verhalen die verborgen blijven op straat. En dat is ons doel uiteindelijk. De mensen enthousiast maken voor deze spannende kunstvorm. Zowel binnen als buiten op straat. Wanneer je buiten om je heen kijkt, zie je bomen en planten met wat geluk wat dieren. En lang dacht de wetenschap dat deze zichtbare soorten de natuur vormden. Tegenwoordig weten we wel beter, want ruim 2/3 van de soorten die we nu ontdekt hebben zijn eigenlijk veel te klein om met het blote oog te kunnen zien. Deze onzichtbare soorten noemen we microben en zij vormen het meest machtige leven op aarde. En die microben kun je hier in Micropia voor het eerst in levende lijven met je eigen ogen ontmoeten. Midden in Amsterdam is werelds eerste en enige microbenmuseum. Doordat microben niet zichtbaar zijn voor het blote oog, is het vaak lastig om hun impact op onze planeet, op onze gezondheid, te zien. En dat terwijl die impact vaak veel groter en positiever is dan dat heel veel mensen denken. Nou, dat laten we zien hier in Micropia. Maar we kennen eigenlijk pas het topje van de ijsberg. Elke dag worden er nog ontelbaar veel hele gave ontdekkingen en uitvindingen gedaan. En Micropia slaat de brug tussen deze fascinerende wetenschap en het publiek. En alleen hier ontmoet je al die bacteriën, schimmels en gisten in levende lijven. Ga naar museumtv.nl om ook de volledige films over deze of over honderden andere Nederlandse musea gratis vanuit uw luie stoel te bekijken. En abonneert u zich op dit kanaal en onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van onze nieuwste content. Dank voor het kijken.